Hallo mensen van mijn kanaal, welkom Heil Heibrich. Welkom bij een gloednieuwe video op Tribal MC, de bouwserver. We gaan vandaag een toertje doen met Admiraal Baudet. Het is een prachtige man, dat zie je meteen aan hem. Hij gaat ons van alles vertellen over de server, misschien, we weten het niet. Ik heb er niet van tevoren met hem afgesproken. Wie weet doet hij het. Ik raak iets aan, geen idee wat het was. En we gaan gewoon beginnen. Als dat geen intro is, stel jezelf eens voor, wie ben jij? Wat doe jij, wat ben jij? Ik zal hier wat voor zeggen. Voor elke minuut dat ik praat, krijg je 1 euro betaald, hè? Ja, je krijgt alle advertentieinkomsten wat mij betreft. Ja, precies. Nou, helemaal prima. Oké, nou, we zijn hier bij de prachtige spawn aangekomen van... wat is het? Welke spawn is het? Ja, dit is onze mooie spawn van de Game Mode Lost. En wat is dat? Dat heb je zelf kunnen lezen. Inderdaad. Nee, ik ga het je kort uitleggen voor de mensen die nieuw zijn, want zo ben ik ook. Ik ga trouwens lopen. Het is gaan we lopen? Oké. Ja. Maar Lost is een medieval whitelisted game mode, wat zich afspeelt op één mooi, prachtig kusteneiland. En daarop leven natuurlijk 5 prachtige kutvolken, wou ik bijna zeggen, maar 5 mooie... Goede andere volkeren met verschillende intenties, doelen en prioriteiten. Het zit allemaal in het document, dus ik ben echt gewoon... Aan het voorlezen, ja? Nee, ik ben niet aan het voorlezen. Ik weet echt het hele document in mijn woord. Oh, in mijn hoofd. Dus ja. Maar het is een soort van kingdom. Rick de Owen willen dat is veel lekker. Het kingdom is bij deze... Het is een soort van kingdom, maar alleen het is wat... Ik zet trouwens mijn microfoon wat goed. Ja, ik merk het. Ik had mijn microfoon zeg maar nog niet voor mijn mond. Maar nu staat hij goed. Goed, maar... Het is een soort van kingdom, alleen het is net wat anders. Het is net wat unieker en wat... Wat meer roleplay, om zo maar te zeggen. De prioriteiten liggen wat meer dan bij de roleplay dan normaal. Ja, dat was het eigenlijk wel. Nou, applaus. Ja. Applaus. Dankjewel. Ik heb geen script voorbereid, dus don't blame me, please. Nou, ik heb ondertussen de spawn laten zien. In de tussentijd, er was niet veel op aan te merken, maar... ik liep eens met je mee. Nee, ik merk het. Ik denk, je hebt lekker je lezing aan het houden. Ik denk, ik loop er even snel doorheen. Ja, precies. Voor de rest, de spawn is gewoon de spawn. Je spawnt er. Ja, wat wil je anders bij de spawn? Wat zijn nou echt, hè? Nou, ik het toch bij jou ben. We vliegen er wel een beetje rum. Wat zijn nou echt unieke dingen aan deze game mode? Nou ja, we hebben echt... De volkeren zijn grotendeels van de Hobbit, Lord of the Rings... series afgeleid. Ook de elfen en zo en de dwergen. En zoals ik al zei, heel veel roleplay. Ook echt alles. Het draait ook een beetje allemaal om de roleplay. Ik heb de PF weer naaien, dat is wel leuk. Ja, en het is gewoon allemaal een beetje anders. Dus er is niet echt iets heel speciaals. Iets heel anders dan Kingdom, maar het is natuurlijk wel gewoon anders. Want ik raad jullie ook aan, als jullie nu mijn kanaal kijken, hou ook andere kanalen in de gaten die ook meewerken aan dit project, zoals een Mr. Perk. Want ik heb bijvoorbeeld in zijn stream heb ik weer andere dingen gezien dan wat ik hier nou kan laten zien. Dus dat is een beetje de balans die je moet zoeken als je echt alles over de game te weten wil komen. Ja, ik zou ook zeggen, lees ook het mooie informatieboekje door, die in de vorige video te zien was. Van 18 pagina's lang. Ik wens jullie succes. Ja, nee, we hebben zeg maar even tussendoortje. Dat hoef je er niet per se in te doen. Maar goed, waar zijn wij? We zitten natuurlijk in jouw prachtige land. Dat gemaakt is door een van onze goede bouwers. Ja, ik vond het prachtig. Ik denk, dit is nou echt een land dat alle andere landen overtreft. Maar dat was gewoon mijn eigen land. Nou. Ja, precies. Nou, het was eigenlijk... Rick had in het begin van die tour nog zo'n dwergending laten zien. Maar ja, dat was natuurlijk niet de spawn. Dus alles was een beetje te overbouwd. Dat is echt fucking huge.
Ja, ik hoorde de frustratie in jouw typgedrag toen. Dat was mijn livestream en toen zei Mr. Perk steeds, Rick, die zei dat steeds dat er spawn was, maar dat was het niet. Ja, het was geen spawn. Nou, je had hem moeten zien typen, hoor. Ja, maar ook in 6. Ja, dit is onze Kingdom Game. Ik denk echt van, oh, no, je back, Rick. Ja. Dus dit, ja, het is... Oh. Nou, daar ging je. Nou, dit was de video. Oh, ik moet even kijken wat er gaande is in de console. Ja. Volgens mij is met World dat het gekut hebben of zo. Ik weet het niet zeker. Nou, ik zijn er nog andere dingen dan wat ik hier heb laten zien van het Elfenrijk dat ik nog kan laten zien? Nou, ik kan natuurlijk een beetje door de prachtige bossen lopen als je wil. Maar daarvoor moet de server natuurlijk wel aangaan. Nou, ik zit er prima in, hoor. Oh, je zit erin? Ja, ik zit hier nog met een paar andere mensen die... Het is een beetje... Je kan wel zien dat sommige bomen redelijk gebroken zijn. Zeg ik ja, wel. Zijn niet gewild, Alex. Er komt een world painter waarschijnlijk. Ja, maar wordt nog als we open willen gaan, dan wordt nog eens goed naar de map gekeken. Dan maken we alles even... Goed, hè? Je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, precies. Ik ben heel duidelijk. Er is nog één ding wat ik dan toch nog wel even aan jullie wil laten zien. Als we toch nog even een beetje over het bos heen vliegen. Want dan krijg je ook een beetje tegen hoe groot ons territorium is. Terwijl ik mijn Minecraft opnieuw aan het opstarten ben. Ja, Nino heeft zich goed voorbereid op deze opname. Die wou ook echt heel graag bij mij in de opname. Die zei, joh, Rick, laat die hele kerel maar zitten, joh. Amateuristisch. Dit is het kanaal... Ja. Die wil ik even in de opname zitten. Ja, precies. Ja, ik ben uitgenodigd toch, ja. Door allemaal grote YouTubers om op te nemen. Maar nee, dit is toch een eer om met deze jongen op te nemen. Ja, ik kwam bijna op zijn knietjes naar me toe. Ik moet hierin komen. Ja, helemaal vanuit het zuiden van het land. Ik weet niet waar je woont, maar... Ja, het noorden. Ja, lopen helemaal naar je toe. En ja... Ik denk, ik moet toch met deze jongen een video opnemen. Nou, ik was ook de ergste niet. Dus we zien ondertussen dat iemand met de Empire want vermoord is. Maar oké, dit is de grens tussen het Elfenrijk en de Inboorlingen, waar we nu zijn. Deze rivier, of meertje, of wat het ook moet voorstellen, dit stukje water. Dit is nou de grens. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, de Elfen en de Inboorlingen, moet ik zeggen. Het is dat ik het zelf bedacht heb, maar het is wel een leuk concept en er kunnen ook veel dingen gaan gebeuren. Ik zeg natuurlijk nog niks, want er is ook nog niks definitief, om eerlijk te zijn. Ja, maar jij weet meer dan ik, dus ik kan nou lekker mijn theorie erop loslaten. Wat ik bijvoorbeeld in de video zei, is die inboorlingen, die kennen nu alleen ons. En ze zijn ook alleen bevriend met ons. Maar als ze nou meerdere landen laten gewoon leren kennen... Dan zou het nog wel eens kunnen zijn dat hun zitten van die elfen, dat zijn helemaal geen aardige mensen. Want ja. hun zitten aan onze grens. Dus in principe zijn wel een grote bedreiging als wij het aan de verkeerde kant hebben. Ja, je weet het maar nooit, hè? Nee, ik heb het idee dat jij het ook nog niet weet. Eigenlijk niet. Nee. Ja, ik ben niet de roleplay manager van dit project, hè? Oh, dus schaf je er wat anders op? Ja... Ja, ik flikker er weer uit. Het gaat echt goed. Alle roleplay binnen het Elfenrijk trouwens zou grotendeels via mij komen. Ja, dat klopt, ja. Wat mijn storyline betreft dan. Ja, precies. Er is natuurlijk een hoofdverhaal waar je aan moet houden, maar de rest mag je zelf verzinnen. Ik wou net zeggen, ik kan niet opeens zeggen dat we het Dwergenrijk gaan aanvallen zonder enige overleg, want zo werkt dat nou helemaal niet. Nee, zo werkt het niet. Maar laten we het zo zeggen dat als ik in aflevering 10 begin over een eventuele aanval... Kan je ervan uitgaan dat het voor aflevering 25 nog niet gebeurd is? Nee, precies. Ja, ik ben er. Kijk, ik ben er gewoon. Ja, ik heb ondertussen mijn hele gebied al doorgelopen een beetje. Dus ik weet niet of er nog echt iets spannend is of er moet worden. Nou, nee. De rest van de map mogen ze lekker zelf uitzoeken. Mogen ze lekker kijken. In principe is, hoe het er nu staat, is alles... Gewoon te betreden, behalve natuurlijk andere landen. Maar dat spreekt voor zich. Zeg maar, alle neutrale gebieden mogen mensen gewoon komen. Tenzij het echt een roleplaygebied is, maar daarover later meer. En hoe zou het met de grondstof en met de handel zitten?
Nou, grondstof, het is gewoon dezelfde. Er zitten gewoon mines in de grond. Je kan gewoon lekker minen. Ik raad je niet aan om recht onder je span te gaan minen, want het is niet zo, niet zo comfortabel, lijkt mij. Nee? Ik zet even een andere texturepack aan, want deze lijkt echt heel hard. Ja. Maar, ja, gewoon grotten, gewoon normale hoeveelheid resources als in een normale map. En ja, handelen kan natuurlijk gewoon met, nou, zou ik gewoon alleen met je allies doen. Ik zou niet gaan handelen met je enemies. Maar met neutrale landen dan? Is dat eigen risico of? Dat is eigen risico. Dit is niet verboden volgens de roleplay. In dat opzicht zitten wij als elfen natuurlijk wel heel goed, want wij hebben eigenlijk maar één vijand. Nou ja, dit is natuurlijk. De elfen zijn een vrij rijk volk, net zoals de dwergen. Dus in principe komen mensen ook. Zouden mensen in de roleplay ook sneller naar jullie toe komen. En natuurlijk ook naar de dwergen en zo en handelaren. Maar die zullen niet snel gaan handelen met piraten of zo. Of eventueel andere landen die in de toekomst komen. Want dat kan ik jullie wel verklappen. Want er komen meer landen in de toekomst. Dus je hoort niet het, te geloven. We gaan even zorgen dat het zo slecht gaat bij die dwergen dat ze een burgeroorlog hebben en dat er spontaan twee landen ontstaan. Een monarchie en een dictatuur. Wacht, dat is hetzelfde. Een monarchie en een of andere democratische staatsvorm. Nou, monarchie is toch niet precies hetzelfde als een dictatuur, of wel? Nee, oké. Luxemburg is geen dictatuur, maar wel een monarchie. Dus in dat op zich... Nou, een monarchie heeft een erfelijk staatshoofd. Ja, dat is waar. Een dictatuur niet per definitie. Ja, Nederland is toch ook een monarchie? Ja, een democratische monarchie. Ja. Maar ik ben natuurlijk wel voor de dictatuur, nee, grapje. Maar, stemmen allemaal even op de FVD. Maar je hoort het dus, er komen meer landen aan. Dus wat precies. Er momenteel is, betekent niet dat het blijft. Ook met de verstandhouding, het kan opeens zijn dat ik opeens... hartstikke goede vrienden over drie hoofdstukken ben met het dwergen. Het zou allemaal kunnen, theoretisch gezien. Mm-hmm. Dus ja, ik zou als ik jullie was, de serie in de gaten houden. Hou andere series in de gaten. Want misschien zeg ik nou bijvoorbeeld wel in mijn video van... god, het gaat hartstikke goed met mij en de inboorlingen. Maar dan kijk je vanuit hun perspectief. En dan zitten ze van, goh, hoe gaan we hun leven nou weer zuur maken? Dus hou het in de gaten. Ja, precies. En ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat er opeens landen verdwijnen. Zoals dat de dwergen in één keer verdwijnen ofzo. Of dat jullie in één keer verdwijnen. Het kan allemaal, weet je. En het is echt een hele uitgebreide game, om zo maar te zeggen. En ook... het is gewoon... Het is gewoon uitgebreid. Het is gewoon heel uitgebreid en... Er kan echt heel veel gebeuren, je weet maar nooit, hè. En als je denkt van, ja, dit is toen gebeurd, ja, dan zal dit waarschijnlijk wel gebeuren. Nee, zo werkt het niet, het is gewoon, er kan echt alles gebeuren. Want één ding wat ook nog zo is, je hebt die speciale items, maar ik denk niet dat iedereen vanaf dag 1 gewoon zijn speciale item heeft. Ik denk dat er ook nog wel een hele periode overheen kan gaan. Ja, precies, daar zijn we ook nog mee bezig en... Daar zal ook zo snel mogelijk informatie voor komen. En ja, we zijn natuurlijk nog aan het einde van de vakantie door aan het kanaal om zo snel mogelijk de beta in te gaan. Dus de beta komt eraan, kan ik in ieder geval zeggen. We zijn nog op zoek naar nieuwe leiders. Ik ga je kijkers niet aansporen om sollicitatie te doen voor leider. Want dan heb je dadelijk zelf geen leden. Nou, maar, kom wel goed hoor. Ik denk dat mensen liever echt een goed land hebben, hè? De elfen, het beste land. Die stinkpiraten, ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen als projectleider zijnde, maar goed. Nou, ik mag het zelf ook niet zeggen, aangezien dat wij als enige neutraal met hun zijn. Nou ja, wat je nu zegt, dat heeft geen invloed op de roleplay. Nee, dat is ook weer waar. Ja, heb je geluk mee, hè? Maar welke stammen zoeken dan leiders? Dat is misschien ook wel interessant. Want welke we hebben nu de dwerg en de elf hebben we nu leiders. We zoeken nog leider voor de... piraten, de inboorlingen en de handelaren. Dankjewel. De handelaren. Want Mr. Perk, ik heb gehoord dat hij ook iets zou doen binnen de game mode.
Ja, dat weet ik niet. Dat is nog niks over bekend. Nee, oké. Okay. Nou, goed. Jullie hebben het ook gelezen allemaal. Hè? Weet je wat? Ik bewaar dit allemaal voor een volgende video. Dat wordt een theorievideo. Dat we allemaal gekke ideeën gaan bespreken met wat zou kunnen gebeuren. Daar komt ook nog wel een aparte video voor. Ik sluit hier deze informatieve video waarmee we gewoon gebieden hebben laten zien. Zonder er enig commentaar over te hebben. Laten we hierbij. Ik wens jou nog wel een hele fijne dag. Ik wil onze admiraal natuurlijk ook nog even bedanken dat hij erbij was. En dan zeg ik één ding. En dat is later. Kijk mijn vorige video even met de informatie. Ik weet nog niet of de vorige video een Sims video of een Skyblock video is. Maar als dat niet zo is, ik heb het over de vorige video van de Game Mode. Sup op mij. Later.